Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom. Oh ja, hey, jij bent er ook nog. Ja, ik ben er ook nog. En welkom bij in een super speciale, hele nieuwe editie. Met een historisch moment voor het kanaal Toramiek. We hebben een facecam. Je ziet hier mij. En je ziet daar. Of daar zie je Funzo. Dat is Funzo. Zwaai even Funzo. Hi, ja, ik heb geen idee waar jij zit. Dus, hallo. Hallo. Tobias. Ja, je zit ergens in de hoek. Ik weet niet precies waar. Ja, waar. Maar goed. Er zijn vier hoeken. Vandaag hebben we dus een facecam. Yeah. Dus ja. Yeah. Facecam. Dit is best wel speciaal voor ons om te doen. Dus ja, verwacht niet elke keer nu een facecam te gaan zien. Maar we hebben een facecam nu. Goed. En wat past er nou beter bij een facecam dan een griezelmap? Zacht om 12 uur. Map. Het is nu 1 over 12. En dan zou ik zeggen, ja, laat het griezelen beginnen. Het is al bedtijd van hem eigenlijk, maar... Wat is het? Het is bedtijd van mij. Ja, voor mij ook. Nou, 4 uur, 8, of 6 uur, 7 uur gaat het al voorbij. Die begrip staat jou wel echt goed, Bram. Dat past wel goed bij jouw pet. Eigenlijk wel, ja. Die staat erin, volgens mij. Papokopie, ik heb hele grote wenkbrauw. Nee, mijn haar hangt voor me. Nee. Je lijkt zo'n paard met van die klepjes. Ja, nee. Bij mij staat hij minder goed. Bij mij sluit hij aan op de hoeken van mijn mond. Dan lijkt het alsof je een hele grote neus hebt. Als je bukt, Tobias, dan lijkt het alsof je snor hebt. Nee, maar dus bukken, als je naar beneden kijkt. Lijkt het alsof je een snor hebt. Alleen bij Funzo gaat hij echt perfect. Ook met dat mond erbij. Oké, nou goed. Ja, de regels. We hebben het doorgelezen. Laden, dit is je innerlijke stem. En het blauwe is het spel zelf. De game rules zijn gezet. Volg het pad. Oké, even een klein bijverhaal. We hebben een hele lange tocht gemaakt. We hebben 7 uur in de auto gezeten. En omdat we zo moe zijn, hebben we niet op de benzinemeter gelet. Dan zijn we dus hier uitgekomen. Waar gingen we echt naartoe, Tobias? In middle of nowhere. Ik weet niet. Waar zijn we naartoe gegaan? Wat was het? Zien jullie ook die groene tekst hier onderin? Ja. Waar? Eindelijk, een plaats waar ik kan verblijven tot de ochtend. Wat is het? Het is een weeshuis. Oké, ik hoop dat ze me binnen laten. Zit die maan? Hoe kom ik binnen? Dat is Mars gewoon. Dat is Mars. Oh, we zijn op de maan. Het is een vuurbal die op ons afkomt. Oké. Is dat maan? Snel naar binnen. Kist, mijn kist. Oh, leeg. Nee! Oh, dit geluid. Dit is echt creepy. Hoor je dit geluid? Ik krijg echt serieus gewoon kippenvel over mijn arm heen. Zijn jullie ook zo sloom? Ja, ik heb slowness 2. Oké, gaan jullie mee? Gaan we kijken. Oké, dit is... Waarom zijn we midden in de nacht bij een weeshuis aangebeld? Dus ja, dat weet ik ook wel. Die mensen zijn altijd verkeerde plek, verkeerde moment. Laten we daarop houden. Wat is dit dan? Een bloedspoor, wat is er gebeurd? Wow! Oh, damn, dat is hard. Damn. Shit. Ja, zit geluid nog harder voor de extra sensatie. Ja, ik heb geluid nog harder, boom. Oeps, verkeerde knop. Ik wou het gelijk aandrukken. Ik heb hem nu gewoon op 30 gezet in plaats van 20. Okay. Ik heb allemaal 67 staan. Oh, ik ga hem 69. Wow, kijk jullie schaduw dan. Schaduw? Wat is er mis met jullie schaduw? Nee, die van jou. Wow! Wat? Oh my god. Oké, guys, laten we snel het weeshuis in. Je hebt gewoon 6 schaduwen, Tobias. Ja, van die bolletjes, hè? Ja. Iets te vaak naar de Mac geweest. Oké. Hier is een weeshuis, tenminste... Dat moet voorstellen, denk ik. Oké, wat gaan we hier zoeken? Kanshuisje, kleintje. Ik vind het echt creepy. Een schuilplaats moesten zoeken. Ik heb echt... Oh my god, ik heb echt koude rillingen. Ik ook. Oké. Konden we niet bij een tankje? Deze plek is oud, ik ben benieuwd of er iemand is. Waar gaan we... Gaan jullie maar voor. Denk dan hallo. Wat zit hier? Wow, jongens, hier zit bloed. Niet rennen in de gang. Een kist met botten. Niet rennen in de gang, jongens. En een boek. En meer botten. Als ik zou kunnen rennen. Oké. Die hebben we gehad. Wow, hier ligt weer iets. Met bloed. Met bloed. Wow! Wow! En zo? Oh, kom bij elkaar, ik ben bang. Ik schrok me doodgek. Ik heb echt gewoon kippenvel op mijn arm. Oké, je kunt het zien. Oh my god. Oh, ik heb het koud. Oké, weet je? Nee. We gaan niet dood. Kom, we gaan naar het zwembad. We gaan lekker een stukje zwemmen. Zwembad. Oké. Okay. Oh, hoor je het gedrup? Ja. Oh, hoor je dat water druppen? Ja, oh ja, help me. Dat help me. Waar? Help me. Oh shit. Oké, my god. Laten we gewoon gaan zwemmen.
Jee! Zwemmen, we moeten dood! Jee! Gaan we dan toch doodgaan, laten we het leuk maken, hè? Ga gewoon inbreken in een weeshuis, dan gaan we doen, dan gaan we zwemmen in het zwembad. Oké, het zwembad lijkt best wel leeg, alsof er niks is. Ja, aan de andere kant. Hier is wel een... Wat is dit? Oeh, wat is dat? Waarom staan er... Dit, wat is een raar symbool? Ja. Waarom zie je hier voeten met bloed? Moet je dit volgen? Ik weet niet, ik ben in het water gevallen. Normaal ga je altijd met je voeten die dingen ook weer volgen. Maar nu kan dat. Lijkt me niet gezond. Oké, andere kamer. Oké, het zwembad. Oké, tot daar aan toe. Laten we iets creepiers gaan. Oké, waarom is er nou een zwembad in een weeshuis? Een vergaderkamer, jongens. Zullen we? Yay. I'm in. Wow. Ga het filmpje bekijken. Wow, hoe kan dat? Dit is popcorn. Kijk, misschien zit hier popcorn in de kist. Een bot. 4 botten. Nog 4 botten. Oké. Oh, het is afgelopen. Hoe kan dat ineens aangaan? Weet je hoe creepy? Slechte film, ik wil mijn geld terug. Het was niet mijn film. Mijn geld terug. Nee, het was niet mijn type film, nee. Nee, inderdaad. Nope. Oké, wat hebben we hierboven? De eerste verdieping lobby. Tweede verdieping. Handig. Nee, hier. Wacht. Hier moet iemand zijn dan, denk ik. Want hier is net het ding aangezet. Het licht hier. Ja, hier is dat ding net aangezet. Hier is de projector. Alleen personeel. Deze alleen personeel. Personeel, ja. Oeh, een bed? Een furnace? Trouwens, niet dat de bed gaat klikken. Dan gaat alles kapot. Dan kan het alles kapot gaan, ja. Oké. Het is wel echt... Misschien een zien we hier iemand. Nee. Oké. Wat is er nog meer op de tweede kan je daar toiletten? Shift doorheen. Toiletten! Ik ben echt bang dat we een keer iets in die toiletten gaan vinden. Laat mij eens alleen! Kiekeboe! Kiekeboe! Zo, ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Dankjewel. Lekker gepoept? Dankjewel voor de privacy. Lekker gepoept. Hier is weer die hal. Dan hebben we hier de... Oh, hier kun je op het zwembad uitkijken. Oh. Dit is echt zo'n zwemles ding, weet je wel. Okay. Dus waar gaan we heen? Wow! Wow! Wie rende daar? Iemand, er ging een deur ergens open. Klaslokaal 1. Oké. Kist, mijn kist. Ga ik vast in klaslokaal 2 kijken? Hier is een kist. Moeten we die spullen meenemen of lekker? Alleen geschreven boek moeten we meenemen. Oké. Ik neem gewoon altijd alles mee. Ik hoor vuur! Ja. Hier is ook nog iets, ja. Een laboratorium. Of stof. Insects. Sticks, fuck die sticks. Klaslokaal 3. Oh, de directeur! Misschien is dat wel de creepy man. Hier is een boek en een quail. En hier zijn allemaal leerboek, werkboek, notities, weekschema's. Kan ik allemaal niet in. Oh, hier is wel eens een jukebox. Waar? Jukebox. Weet je één of één? Nee. Een jukebox? We hebben geen cd. Kijk maar, kijk. Als je hier op gaat staan, zie je zo'n gleuf. Er zit ook niks in. Ja. Oh, Thomas, leerboek. Achter je. Wow. What the fuck? Wat is dat? Iemand is uitgeschoten met zijn kwast. What the fuck is dat? Het lijkt op mijn hoofd. Guys. Twee ogen daar. Het bevalt mij niet. Ik wil weg. Lekker punt. Neem me mee. Ik ga deze naar. Doe eens. Kijk wat er kan komen. Ik ga deze naar. Oké. Ja. Nog één. Nieuwe. Kom jongens, we gaan verder. Orva. Ik wil verder op ontdekkingsreis, jongens. Ja. Straks komen we allemaal dingen tegen die we niet moeten tegen. Daarom ja. Oké, directeur, die hebben we gehad. Dit hebben we ook allemaal gehad. Naar beneden, denk ik dan. Ja, of toch die gevreesde kelder in. Eerst beneden kijken. Hier naar rechts. Hier is weer een boek. Oké, hier is wel gezellig. Oh, lekker. Yeah. Wow, nee, vind ik niet gezellig meer. Ik wil weg. Ik wil weg. Tobias, help me! Gaan we daar niet heen? Kom, we gaan de keuken, dat is altijd keuken. Goed, daar zit eten. Keuken. Eten, ik ben in mijn element. Wow! Tobias! Ik ben hard! Ik heb boter eten. Het was een vrouw. Moest dat geluid zo hard? Ik heb boter eten. Ik wil boter. Een vrouw. Wat? Hier stond een vrouw. Oh, ben ik blij dat ik dat niet zag. Ik ben bang. Boter eten, pak boter. Ik heb hier boter, ja. Wat zit hier dan? Bibliotheek, opslaghok. Daar kunnen opslaghok. Botten, een heleboel botten.
bot is nooit goed. Boek. Krijt, ik heb krijt gevonden, jongens. Krijt, oké. Ik heb hier notes, dagboek. Notes, ik lees. Oké, lees. Notes. Ik ben Sarah en ik ben aan het doodbloeden. De persoon die het leest moet Alice stoppen. Wie is Alice? Dagboek. Lief dagboek. Guys, moet het allemaal zo eng? Ik wil bij jullie in de kamer zitten. Ik ben het dagboek aan het voorlezen, ja? Kom, doe de deur dicht. Lief Bram mag dood. Nee. Vertel. Ik schrijf dit omdat ik geen vrienden heb behalve Alice. Zij is alleen altijd zo stil tegenwoordig. Ze antwoordt niet eens vragen van de leraar en omdat ze denkbeeldige vrienden heeft, pest iedereen haar. Lief dagboek. Vandaag kon ik Alice niet vinden. Ze was niet in haar bed toen ik wakker werd. Ik vroeg naar haar bij de leraren, maar ze deden alsof ze Alice niet kenden. Ik hoop dat ze morgen terug is. Lief dagboek. Alice kwam vandaag terug, maar ze was niet zoals de oude Alice. Ze gedroeg zich raar en ze praat tegen haar fantasievriend. De kunstleraar schreeuwde tegen haar omdat ze geen tuin tekende, maar een rode cirkel. Lief dagboek. Ik bid elke dag voor Alice. Iedereen pest haar en ze zit huilend in de kast. Ik hoop dat het op den duur weer goed met haar gaat. Ik mis haar. Guys, dit is creepy. Hou op! Waarom? Hier rechts zijn we nog nooit in geweest. Jawel, daar ben ik net geweest. Daar heb ik net gekeken, is niks. Oké, vandaar dat meisje lag. Ja, natuurlijk, die lach van dat meisje. Dat is Alice. Ja, dat is Alice. Alice is gonna kill you. Okay, we gaan... Ook goeiemorgen. Maar... Ik vind jullie ook heel aardig. Ja, goed. Wow! Is dat jouw hart, als die zo hard gaat, of is dat ons mijn? Ik denk die van mij. Die van mij. Die zijn botten. Wow, hij ontploft! Hij ontploft! Wat ontploft? Dat hart! Nee. Oh, hier is weer zo'n rode cirkel. Hey! Dit is die rode cirkel van Alice. Oh ja, hier hadden we ook in het zwembad. Hey! Er gebeurde precies toen ik die kist open deed. Nee, ik deed hier een kruis overheen. Oh, misschien moeten we dat bij elke doen. My god! Kruis. Oké. Kan dat? Dat we dat bij elke moeten doen? Kijs. Probeer maar gewoon. Ik vind het doen. Ik heb nu echt koude rilling. Ik heb echt gewoon extreem niveau van kippenvel. Oké, bij het zwemmen was het gewoon eentje. Okay. Gaan we zwemmen toe. Gaan we het zwemmen toe. Wacht op ons, Vinzo. Ja, ik wacht op jullie. Ik wil niet alleen. Ik ook niet. Ik heb nooit gedacht dat Minecraft zo eng kon zijn. Okay. Hier was zwembad, toch? Hier is het zwembad in, ja. Ja, hier. Het zwembad. Als nou opeens zo'n random ding op je af moet rennen, zo weet ik veel wat. Oh, Alice, laat ons leven. Dadelijk staat er iemand eens in het balkon of in voor het raam of zo. Ja, inderdaad. Oké. Dus plaats hem. Ik. Ja. Wow. We hadden het goed. Oké. Volgens mij hebben we nu iets te gevonden. We gaan de goede kant op. Volgens mij hebben we iets gevonden. Laten we verder gaan. Ik durf ook gewoon niet naar sommige plekken te kijken. Ik denk, misschien staat er dan opeens iemand. Ik denk, ik kijk wel naar voren. Weet je, als ik het niet zie. Dat heb ik ook. En je verwacht ook dat harde geluid, maar toch schrok je ervan. Hè? Ja. Ja, maar je weet niet wanneer het komt. Het heeft een vertraging. Oh, je zoekt een kist. Of een kast, bedoel ik. Met een bed. Kom, we gaan het al in. Hé, hier woont Harry Potter! Nee! Waar was het meer zo'n rode cirkel? Volgens mij in de bieb of zo. In de keuken, weet je? Ja, hier is er ook één, jongens. Wow. Jongens, wat heb je gedaan? Dit vind ik niet leuk. dit vind ik echt niet leuk. Als ik ergens een hekel aan heb, is het van die meisjes die zingen in een horrorfilm. Oké, doe het. Wow. Hoeveel van die kruisen heb je nog? Als ik ergens een hekel heb, is het meisjes die zingen in een horrorfilm. En dit maakt het wel echt heel erg. Ik heb er nog twee. Dus er moeten in totaal vijf zijn. Ja. Ik denk elke grote kamer keuken. Ik wil niet meer naar de keuken. Geweest, daar wil ik niet meer naartoe. Hé, hey, er is taart. Ja, hier. Waar? Hier. Oh, fuck. Een directeurskamer. Jongens. I think there was the last one. Sound is coming from up. Waarom is dit nu in één keer Engels? Waarom is er in Nederland? Ja, dat vind ik ook nog niet helemaal. Wauw. Oh, geweldig. Oké, let's go, jongens. Maar in het Engels klinkt het
dramatischer. Als je dit in het Nederlands doet, het geluid kwam denk ik van boven. Dat klopt. Ja, maar het is ook zo vaak, dan download je de Nederlandse editie, zodat je niet hoeft te vertalen voor de kijkers. En dan eens... Ja. Yes, oh ja, dit is ergens open. Tobias. Holy shit, ik ben... Ik ben gewoon bang. Tweede als die deuren naar achter ons sluiten, hè. Shit. Oh, slaapkamer. Ja. Zit er wat in ergens? Nee, alleen een botten. Wow. Niks. Volgende. Ik hoor iemand huilen. Ik gelukkig niet. Ja, ik ook. Oké, laat ze al één voor één afgaan met z'n allen. Ja, met z'n allen, alle voor één, hè? Ik hoor iemand huilen, ja. Ja, oké. Het lijkt een hongeluid van de badkamer te komen. Inderdaad. Het zwembad. Hou op. Vertel niet waar het zit, ik ben bang. Slaapkamer 3. Huh? Ja. Wat zit daar? Wat is dat? Dat is dat meisje die aan het huilen is. Wat is dat? Dat is iemand die aan het huilen is. Tobias, jij gaat. Wat is dat? Wow. Ik zag iemand springen. Moet ik vanavond nog gaan slapen? Oké, ik heb sleutel voor de uitgang. Wacht, oké. Ja, snel alsjeblieft. Er is een scheurtje achter het gebouw, er is nog een cirkel. Oké. Ik heb sleutel voor de uitgang. Snel, ik wil weg hier. Hier is er nog iets. Nee, we moeten naar buiten, jongens. Oké, maar ik heb een sleutel. Wow, nou, what the fuck is dat? Jongens. Naar buiten. Verder naar beneden. Ja, hier. Ik ben wel blij dat Tobias voorop liep net. Ja, inderdaad. Ik vond het eng! Moeten we hierheen? Ja, ga naar buiten. Plaats in knap. Het regent bloed! Wat? Ga jij maar, ik blijf hier wel staan. Ik moet wel naar binnen! Oké, waar is de schuur? Waar is de schuur? Er was een schuurtje achter het gebouw. Oh shit, kom, let's go, gewoon go. Go. Deskant. Gewoon hersenen uitschakelen. Niet omkijken! Hersenen uitschakelen, rennen. Ik zag daar iets volgens mij. Een schuur. En het is een muur. Hé, nou loop ik alleen! Guys. Ik heb gevonden, Tobias, daar achter je. Hier. Ik vind dit creepy, dit geluid. Hier. Dit is echt... Bram, een van die... Dit is een tijdrace, lijkt het, dit geluid. Wie wil voor? Ja, cirkel. Oké, is het schuurtje veilig? Oké, daar gaat hij. Jongens, uit de weg. Nee! We moeten bij de poort. De poort. De deur open. Bij de poort. Ja, we moeten naar de poort. Hoezo moeten we naar de poort? Hoe weet je dat? Ik hoorde een auto rijden. Kijk, het is gelukt. Dank je. Ik ben bevrijd. Ontmoet me bij de poort. Dat zegt Sarah. Dat heb ik niet gezien. Ik ook niet. Ik denk dat we toch doodgaan. Dit voelt slecht. Waarom gaan we naar de poort toe? Gaan de mensen in horrorfilms altijd dood? Ja. Guys. Waarom regent het bloed als iemand bevrijd is? Het knippert daar. Een bloedspoor. Wat is hier gebeurd? Welkom in de hel. We zijn weer bij dat meisje. Sarah sterf. Het is zo leuk om langzaam dood te zien gaan. Het is zo leuk om je langzaam dood te zien gaan. Jongens. I don't like this. Waarom gaan we niet dood? Omdat ik een pistool heb staan, wacht even. Oh god, wat stom. Wat stom. Wat ik kan op de pistool staan. We gaan niet dood, jee. Oh god, wat stom. Oké, dit is echt... We dachten dat we het hadden gehaald. Gaan we echt serieus dood? Ja, ik denk het wel. Waarschijnlijk moeten we wel op respawn drukken en dan komen we ergens. Tobias? Ja? Nee, we zijn in de hel toch? We zijn al in de hel. Misschien moeten we echt naar de hel. Yes. Zijn we vervloekt ofzo? Ah, shit, ik ben ook dood. Respawn. Wow, als je het einde hier meekreeg, hier is het verhaal. Oké. Okay. Dummy einde. Bedankt voor het spelen. Ik vond het leuk. Hier is het einde. Het is gewoon een leeg boek. Oh ja, wacht. Oké. Sarah en Elise zijn dezelfde persoon. Ze heeft schizofrenie. Ze is een kwade demon geworden en wil iedereen vermoorden die haar gepest heeft en gemarteld hebben. Nadat ze heeft geprobeerd
om te ontsnappen, maar ze had jouw hulp nodig. Dus ze had een dummy nodig voor jou om de verzegeling te verbreken. Dus je hebt haar geholpen om te ontspannen en om jou te vermoorden. Nu is de wereld in gevaar. Bedankt! Dus ze natuurlijk bedankt met een smiley. Jee. Gaat naar het startkamertje. Oké. Ik vond het echt een geweldige map. Wow, ik vond echt die jumpscares van... Oh my god. Geweldig. Goed. Dit was onze map. Laat even in de reacties hier beneden achter wat je van de map zelf vond. En van de, ja, van de map. De download link staat ook hier beneden in de beschrijving. Laat even in de, wat je van de map vond. Wat je er, ja... Of je meer met facecam wil zien. Wie weet. Ja. Of je Bram met facecam wil zien. Of je Funtu vaker met facecam wil zien. Meer horror maps. Heb je nog horror maps? Laat ze hier beneden even achter. Dan zou ik zeggen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.